Vlaamse whiskyfanaten. Vandaag is het vrijdag, vrijdag proefdag. Ik heb vandaag een Ardbeg mee, een Ardbeg Wee Beastie. Speciaal editie, 5 jaar oud. Normaal Ardbeg is 10 jaar oud. Is wel, als ik me niet vergis, een pak zwaarder, is 47,4 graden. En we zijn eens benieuwd hoe dat de smaak natuurlijk. Hè. Beware, there's something big and smoky out there. On the remote island of Isla, a scientist attempts what no one has dared before, to create the rawest, smokiest whiskey the world has ever seen. Ardbeg is een Islay whisky, dus wat we al bijna met zekerheid kunnen zeggen is dat het sowieso smoky zal zijn. Ze hebben de Wee Beastie genoemd naar een mythologisch figuur of een beest dat op Islay zou resideren. They're meddling with forces we don't understand. From beneath the peat bogs it came. It's five and it's alive. We zijn een keer benieuwd of dat hij ook als een beest is. Het eerste dat mij opvalt is, hij ruikt nogal vrij peperig. Naast natuurlijk de rook. De rook die heb je ook al onmiddellijk. Ik ruik ook heel veel honing. Maar het is meer het is niet honing op zich, het is meer, want ik krijg ook iets vlezer. Het is lekker alsof dat je een stuk vlees, een ham of zo, geglazuurd hebt met honing. Daar kun je het mee best vergelijken. En als we alle geuren samen zo steken, dan zou je kunnen inbeelden dat je op een barbecue bent met een varken aan het spelen. Dat is misschien wel de beste vergelijking dat ik kan geven over de geur. En wat ik ook een beetje ruik is zo wat dennenhout. Dat komt er nog eens bovenop. Naast eik natuurlijk. Gaan we eens kijken wat dat de Wee Beastie doet op ons smaakpalet. Laten we zo zeggen. Op onze tong. Ik ben er heel benieuwd naar. Ik denk jullie ook. Ik zou zeggen, slantje. Oké. Het eerste dat mij direct opvalt, terug die peper, de rook. Naast die rook ook wat fondant chocolade. Dat als eerste in de mond terecht komt. A few moments later. Gerookt vlees krijg je na de chocolade. Het is nou, gerookte ham, daar kun je het omschrijven. Are you serious? En een redelijke zilte afdunk. Dat is ook niet te verwonderen als je op een eiland je whisky maakt. That is raw, smoky and mightily intense. Ze maken de reclame mee als de meest rokerige die ze ooit gemaakt hebben bij Ardbeg. Ik durf dat te betwijfelen. Hij is wel redelijk agressief van smaak. Ook al is omdat hij maar 5 jaar oud is. Hoe jonger een whisky, hoe agressiever de smaken zijn. Hoe ouder dat hij wordt, hoe complexer de smaken worden. En hoe zachter meestal de whisky wordt. Maar is alles is goed agressief. Plus het feit dat het nog een keer een Islay is. Verklaart al heel veel over de whisky. Ardbeg Wee Beastie. It's out there. Ik zou zeggen, zeg zelf in de comment dat jullie ervaring is met de Wee Beastie. Ik zou zeggen, like en subscribe op dit kanaal.